Dus hier gingen we altijd spelen. En na een tijd hebben ze dan gezegd dat ik hier nog gewoon. Yo jongens, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. En vandaag geen gameplay, want het is al. Jullie zien het slecht, wacht ik maar even. Mijn camera zoek. Die ligt daar. Ik heb de lamp opgeladen, dus je biedt. Een beetje meer donker wordt. Dan lukt dat. Zie hoe laat dat dan is. Oh, iet. Ja, ja. 9 graden. Dus ja. Ik weet niet wat doen voor vandaag. Ik heb vandaag niet echt veel gedaan. Ik heb mijn dingen uit. Maar als ik dat niet meer. Mijn Batman 3 heb ik uit. Ja toch? Batman 3? Ja. Batman 3. De deze. Heb ik helemaal uitgespeeld. Dus vandaag ga ik misschien opnieuw. Maar ik heb eigenlijk helemaal zin om een nieuw te starten. Nou, eentje. Deze die heb ik over het laatst nog maar gereset. Niet over het laatst. Maar al een tijdje geleden. Ik denk toen dat ik nog. Voordat ik nog eigenlijk. YouTube. Deed denk ik zelfs nog. Dus dat is al een tijd geleden. Oei, sorry dat ik naar boven filmde. Maar mijn monddingen heb ik ook kunnen veranderen. Ai, dat van mijn mond, hè. Ik denk dat ik het best zo dat kan doen. Wacht, hè. Misschien dat ik niet op mijn afknop druk. Hupsakee. Zo. Zo. Oké. Nu gaan we dit insteken. Hij is bijna klaar. Oh ja, hij staat nog ingezoomd. Hoe dat? Ja, leuk. Waarom zoomt hij al de tijd in? Ik ga dat uitzetten, denk ik, want anders. Of zo. Kok. Of een opstarten. Sorry, hoe dat verlaat. Ja, en nog eens, sorry voor dat het ineens stopte, maar ik zei, wat is dat geluid? En toen ben ik terug naar mijn beeldje gegaan, dus veel heb ik niet gefilmd. Maar dat was ineens uit, omdat ik te weinig gigabyte weer had. Dus ja, ik ga hem terug op mijn mond doen. Oh, hij is toch niet gereset, zie ik net. Moet ik dat doen? Kijk. Even resetten. Zal ik dat doen? Niet.
Ik heb gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb alles er opnieuw opgezet. Ik heb het gereset. Eigenlijk moet ik eerst de 1 resetten. Allee, wat hier voorkomt, moet ik eigenlijk eerst resetten. Wat kan ik resetten? Hm? Gedaan. Ik heb het gedaan. Reset. Deze spel, ja, dat was ik aan het spelen. Eigenlijk moet het ook reset worden. En reset. Dus ja, ik ga dit spel spelen. Binnenkort ga ik dat spelletje spelen, maar nu heb ik daar eigenlijk niet zoveel zin in. Ik heb al heel de week spelletjes liggen spelen opnieuw. Dus ja, ik zal wel morgen wel eens doen of zo. Vandaag heb ik er ook niet zoveel tijd voor. Maar, dingen. Van mijn game kanaal gaat er niet meer zoveel opkomen. Allee, niet meer zoveel, dat hangt er vanaf. Maar er komt al sowieso niet veel op zoals mijn vlogs. Dat al niet. Mijn vlog is bijna elke dag. Bijna, zeg ik ook, omdat er 1 video is verwijderd. Maar als die video niet verwijderd, had dat bijna elke dag geweest. Vanaf voor de lockdown al. Begrijp dat, ik ben al voor kerstmis bezig met vloggen. En ik heb never geen dag bijna gemist, denk ik. Geen dag, ja. Binnenkort gaat dat wel wat minder zijn, want dan is het, ja, dan ga ik misschien terug met de scouts op de leefweek. Ja, dan kan ik niet vloggen. Maar dan komt er wel een week vlog eigenlijk. Ja, een week vlog om te rollen. En dat gaat dan zijn over wat ik allemaal gedaan heb, in Lego ook gespeeld. Ach ja, je weet wel hoe dat scouts loopt en zo. Maar dat is allemaal voor binnenkort, want nu zitten we nog altijd in de lockdown. Dus ja, dat gaat nog even duren voordat dat gedaan is. Dus ja. Hoe lang, dat weet ik niet. Dat moet je niet aan mij vragen. En wat vinden jullie van mijn nieuwe lens? Is het mooi? Nee, grapje. Dat wordt de lens niet. Dat is gewoon een tape. Dat heb ik al lang niet meer gedaan, maar ik kan dat ook niet doen, want dan is mijn stift erop leeg. En ik weet, ik heb daar 2 stiften liggen. Focus niet, maar ik heb daar 2 stiften, maar die zijn alle 2 leeg. Oh, wacht, ik ga eerst uitzoomen. En dan ligt eruit. Dus ja, die zijn alle 2 leeg. Ondertussen is dat 8 uur bijna. En ik heb maar tot 9 uur, dus ja. Zo stom. Maar ja, kan ik niet aan doen. En nu vragen jullie af, wat doe je zo in heel de dag? Bijna niks. Gewoon, wat doe ik eigenlijk? Niet veel eigenlijk. Gewoon op deze stoel meestal zitten en eens naar buiten kijken of zo. Of eens radio luisteren. Voor de rest. Ja, huiswerk soms. Dat heb ik al even niet meer gedaan. Dat ik daar niet echt zin voor heb. En dat moet niet in de vakantie. Het is nu vakantie, dus ja, dat moet niet echt in de vakantie. Maar ach ja, ik zie jullie gebied wel terug. Want nu heb ik niet veel te vertellen. Tot ziens. Tjo, I'm back. En ik heb nog een leuke ding voor te doen. Allee, voor te doen praten we. Ik ga wat over mijn leven vertellen.
dat ik nog niet echt gedaan heb. Dus ja, op het begin, ik geboren. Ik geboren dus. Mijn papa een paar maanden voor. Mijn echte papa, niet Nikernas. Maar mijn echte papa een paar maanden voor dat ik geboren werd. Is hij het afgetrapt. Hij is gewoon weggegaan. Hij wou mij niet. Dus ja, hij dacht, wiet, ik ga weg. Dus ja, mijn mama alleen. Mijn goede vriend Jimmy, die kennen jullie wel. Waar dat ik in zijn huis had is geweest. Bij jullie kennen de, die wel. En dan weet ik het zelf even niet meer. Dan heeft mijn mama iemand anders leren kennen. Daar ging het dan ook niet goed mee. Bla bla bla. Tot ik 6 jaar was. Dan heeft hij de papa van mijn broer leren kennen. Dus daar heb ik 1 jaar geleefd. Samen met mijn mama. En dan mijn broer na een tijd. En daar heb ik mijn eerste Nintendo gekregen. Alleen mijn tweede eigenlijk. Mijn eerste heb ik heel vroeg gekregen. Dat heb ik van mijn, ja, 5 of zo gekregen. Maar mijn tweede heb ik van mijn 7 denk ik, of 6 ook nog, gekregen van mijn eerste communie. En dan, daarna, dat jaar, zijn we dan in een mooi appartementje gaan wonen. Jullie hebben dat misschien nog nooit gezien. Maar dat was toen ik nog zat te filmen met een Gamefun. 2004. Ja, ik ben ook in 2004 geboren, dus ja. Gamefun 2004, daar staat nog alles van online. Daar zie je een klein beetje van mijn huis. Als ik zo die stukken terugzie van toen, denk ik van, heb ik dit ooit gefilmd? Jezus. Sommige stukken denk ik van, ik kan me precies niet meer herinneren. Alsof dat ik overgenomen ben door iemand dat mij wou laten filmen. Maar dat is niet, denk ik. Allee, hoop ik. Dus ja, dat is wel eng. En dan jaren gaan weg, ja, met mijn broer leven. Bus pakken voor naar school te gaan en bla bla bla. Dan kwam de Nikker. Bij Nikernas. Ik was bij een vriend gaan spelen. En mijn mama wist niet hoe dat ze mij ging ophalen. Dus dan heeft ze de Nick leren kennen. Bij een optreden van Steve Thielens. En Jovali. Mijn mama was toen fan van Steve Thielens. Nu niet meer. Dank u Steve. Mijn papa was fan van Jovali, nog altijd fan van Jovali, voor zover dat jullie dat weten. Normaal weten jullie dat Nikernas fan van Jovali. Maar dan heb die elkaar zo leren kennen op dat optreden. En dan een paar dagen samen, een paar maanden of weken denk ik, of misschien dagen maar. Later is de Nick dan bij ons komen wonen en altijd in het appartement. Daarna een paar jaar later, ik denk 2 of 1 jaar later, hebben we dan naar dit huis gezien. Eerst was er een huis hier verder weg in de straat dat wij gaan zien zijn. Maar ja, dat was niks voor ons. Dus ja, zijn we op dit huis gekomen. Lang ben ik al aan het praten, 4 minuten nog maar. We zijn dan op dit huis gekomen en bij dit huis natuurlijk gekocht. Wacht, ik ga jullie even in die staander zitten. Dat praat ietsjes beter. En ik zit jullie er zo in. Dus ja, dan ben ik hier gaan wonen met de Nick, mama en Joran. Joran gaat nog altijd naar zijn papa, dat weten jullie als jullie naar mijn vlogs kijken. Want die zit nu ook bij zijn papa, dus ja. Wacht, ik ben hem aan het goed zetten. Voilà, het staat goed ongeveer, denk ik. Jullie kunnen mij zien, dus dat is het belangrijkste. Dus ja. Wat was ik aan het vertellen?
dat we dan hier zijn komen wonen. Dan eerst was dit de speelruimte. Dit was zo de speelruimte. Heel de zolder was de speelruimte. En ik slaap toen met mijn broer. Dus hier gingen we altijd spelen. En na een tijd hebben ze dan gezegd dat ik hier mocht wonen. Natuurlijk met het beginnen van filmen. Dus ik ben hierboven komen wonen dan. Nu klinkt dat zo van, huh? Woont jij hier? Nee, ik heb dit niet betaald. Ik zeg dat dit mijn was. Eigenlijk voor mij, deze kamer is een soort van huis voor mij. Natuurlijk, ik heb hier geen pompbak, ik heb hier geen vuur staan. Allee, ik kan wel mijn dingen bakken op, ja. Ik kan wel zoiets maken in de nacht. Maar ja, ik heb er ook geen tafel voor te eten. Ik kan op mijn salontafel eten. Dus morgens doe ik dat soms, als ze nog aan het slapen zijn beneden. Dan kom ik hier eten. Soms durven ze op de zetel te gaan slapen. Omdat veel te... dat durven ze dan beneden te slapen. En dan... Ja, de reden weet ik ook niet echt. Maar... Dus wij zijn hier dan komen wonen. Dit is mijn kamer geworden. En sinds dat dit mijn kamer is, ben ik denk ik beginnen... Met YouTube, eerst met mijn gamekanaal. Ah nee, want ik zat hier boven al van het lager. Toen ik in het lager zat, zat ik hier boven al in mijn zolder. Dus dan ben ik nog niet begonnen. Ik ben pas begonnen bij het eerste middelbaar. Denk ik de derde dag. Dus ja, deze is al het tweede middelbaar. Dus ja, met de eerste middelbaar ben ik dan mee begonnen bij YouTube. Ik heb natuurlijk dan eerst met mijn oude gezin dan gefilmd. En nu met mijn nieuwe en dan met mijn tweede. Ik ben nog zo trots op mijn twee gezinnen. Heb ik ook een computer gekregen, mijn tv heb ik al even. Gaat binnenkort ook verandering in komen, denk ik. Denk ik, hè. Dat weet ik niet. En dan ben ik mijn camera paar keer gaan verbouwen. Eerst stond mijn tv daar, nu staat die daar. Ik kan dan van alles liggen verbouwen. En zo is eigenlijk mijn leven gekomen. Yep. En nu zit ik hier op een bureaustoel, achter een camera, voor YouTube aan het opnemen. En het is al heel laat, dus ik kan mijn lamp aansteken. Dus ja, waar is mijn water aan daar? Mijn water! Dus ja. Ach ja. Ja, dat was zo het ding dat ik wou zeggen. Dus ja. Ja. Ik heb nu terug van mijn staan en al 8 minuten maar storytime gedaan. Oh, nee. 8 minuten is al veel, dus ik kan nu even sporten. Ga ik dat laten zien? Ja, ik ga dat laten zien. Ik ga nu even sporten. Het gaat maar kort zijn. Ik denk dat ik maar 2 oefeningen ga doen. Dat ik niet zoveel zin heb in vandaag. Ik ga eens zoeken welke 2 oefeningen dat ik ga doen vandaag. Ik moet ook nog maar vloggen. Wow. Geen copyright. Maar wij gaan even naar die app. Workhouse voor thuis. Workouts voor thuis. En deze is eigenlijk wel makkelijk voor een film te kijken hier. Hier kan ik dan zitten en dan kan ik met mijn benen naar daar hangen. Tja. Maar wij gaan even iets zien. Hoeveel keer heb ik dit nou gedaan? Laatste. April. Heb ik echt 11 april het laatste deze gedaan? Shit. Denk dat ik deze ga doen. En deze tot hier zo. Deze 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Deze 4. Dus ik denk dat ik die even ga doen. Dus hoets. Oh, weer reclame. Doe maar altijd die reclame. Altijd die reclame. Nee. Nee, dat ging overslaan. De volgende 16 randjesbuikspieroefeningen. Voilà, even pauze zetten. Dan kan ik even alles installeren.
En dan zie ik jullie nu in een timelapse terug. Oké, ik ben klaar. Ik had een beetje een probleem met de timelapse. Ik had hem vorige keer snel gezet, nu heb ik hem ietsje trager gezet. Maar die springt altijd op die springt altijd op automatisch en dat is voor meer buiten te filmen. Voor sporten moet je dat meestal op 4x zetten. Kennen jullie dit? Rubik's Cube. Dat is fucking gemakkelijk. Allee, voor één vakje te maken. Maar ja, ik heb er nu niet echt zin in. Ik ga al een stukje vloggen, misschien zie ik jullie gebied nog terug. Voor de outro sowieso. Maar, nou weten jullie dat. Tot ziens. I'm back. Ik heb mijn video geëdit. Allee. Voor de helft toch, dit moet nog editen. Maar ja, dat duurt bij mij nooit zo lang. Dat is meestal de overhangen gewoon beter maken. Maar ja, als ik niet zoveel knip. Ja, sorry, ik was nog niet aan het nadenken dat ik moest eruit knippen. Ik dacht er net aan dat ik dat echt niet mag vergeten. Want jullie mogen dat niet weten. Ja, oké, ik ga niet te veel. Ja, ik kan mijn vlog nu eindigen. Tof dat jullie gekeken hebben naar deze vlog over mijn storytime. Over mijn leven op 8 minuten. Maar ja. Vergeet gewoon niet alsjeblieft te abonneren. Terug naar de 38. Bij de volgende video. Vorige video. Als je op de vorige video. 20. Dus als de vorige video 20 keer bekeken is met de controller, met die controller, als die 20 keer bekeken is die video, maak ik weer een nieuw controller. Wat dat gaat zijn, dat weet ik nog niet. Maar ja, dan weten jullie dat eraan komt. Wat dat gaat zijn, dat weet ik nog niet. Dat zie ik dan wel. Nu heb ik niet zoveel tijd voor nog iets te zoeken. Ach ja. Al te zien, tof dat jullie gekeken hebben. Ik moet dringend naar de wc om mijn video nog editen. Tof dat jullie gekeken hebben. En dan zie ik jullie morgen terug om 4 uur bij een nieuwe vlog. Hoezo? Wat gaan we morgen doen? Zie je morgen nog willen? Misschien kunnen we morgen eens fietsen. Met dat ding in mijn mond. Ik weet het niet. Maar fietsen mag ook niet echt. Hè? Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Mogen wij fietsen? Ach ja, stuur het op Instagram dat we mogen fietsen, ja of nee, dan doe ik dat misschien eens. Maar ja. Ja, misschien neem ik morgen wel een gameplay op, als ik meer tijd heb. Ja, nu heb ik... Ik heb nog niet eens stilgezeten, ik heb even misschien gegameplayed. Allee, de video niet opgenomen, maar gewoon gegamed. Dus ja, geen gameplay gemaakt, maar gewoon gegamed even. Dat was ook maar heel kort, dus ja. Oh, ik moet eigenlijk dringend naar de wc. Ach ja, ik zie je morgen terug. Om 4 uur. Dan zie ik je morgen terug. Ja. Tot morgen. Later.